Welkom bij de courses van ons Giro Lungo. Ik ben Michael van Damme. En vandaag serveren we een stevige kop Giro-verhalen. Andiamo! Welkom bij de courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Terwijl het peloton straffe koffie geserveerd krijgt in de Appenijnen, slurpen wij het komende uur van een heerlijke lungo met Jurgen van den Broek, zesde in de Giro van 2008 en twaalfde in 2015. Dag Jurgen. Goedemiddag. Ja, middag intussen, inderdaad. En als we toppers van stal halen, dan is wielreporter Bram van de Capelle nooit veraf. Dag Bram. Dag Michael, het is vandaag precies complimentjesdag. Nee, maar jij slaagt er altijd in, je bent een beetje de arrangeur. Jij slaagt er altijd in om heel mooie namen in onze podcast te krijgen. Ja, het is vooral Jurgen die de lof verdient. Ja, ik ben altijd benieuwd, want als Bram iemand meebrengt in onze podcast, dan hangt daar altijd een verhaal aan vast van hoe dat jullie elkaar kennen. Is er een verhaal dit keer weer? Ja, er is wel een Giro-link. Aha. Mijn eerste Giro was de Giro van 2017 en dat was tevens Jurgen zijn laatste Giro. En ik was vooraf een beetje gestresseerd, want ja, alleen de Giro doen als eerste keer, dat zorgt voor wat druk. En ik was met mijn collega Guy van Langenberg gaan lunchen. Mm-hmm. En die zei, ja, ik heb iets gehoord. Het zou blijkbaar zijn dat Jurgen zijn laatste grote ronde rijdt dit jaar en misschien gaat stoppen. Maar het is allemaal een beetje moeilijk met de ploeg toen, Jumbo-Visma of Lotto NL Jumbo, toen dat nog zo heette. Hij zegt, maar als je een keer daarop kunt werken in Giro, dat kan wel een keer een groot nieuws zijn. Ik zeg, allee, ja, dat zou groot nieuws zijn. En ik wou dat dus in de Giro rondkrijgen, hè, de nieuws. Maar dat lukte niet goed. Ik had Uren al een keer aangesproken, maar ja, ik zei, oh nee, ik wil niet beslist. En dat ik via een Hollandse collega, Hans Ruggenberg, ingeschakeld van de Telegraaf, die ons nauw aan het hart ligt. En die had dan aan de ploeg gevraagd en die zei, ja, het klopt dat Jurgen na dit jaar stopt en nu zijn laatste grote ronde zal rijden. Mm-hmm. Dat was in Reggio Emilia, 12e rit, ik had het nooit niet vergeten. En ja, dat was dus morgens aan de bussen, was Hans dat te weten gekomen en zei tegen mij, ja, het klopt. Weg maar uit. Dus ja. Ik daar de hele dag in die perszaal. Ja, dat was meer dan twee pagina's, denk ik. Want het was, in België was dat zeer goed nieuws. Aan zitten werken. En ik weet niet hoe de rit was gedaan. En Fernando Gaviria won zijn tweede of derde etappe. Dus ja, weinig nieuwswaarde aan. En de collega van het laatste nieuws die vroeg zich af, allee, waarom kom jij niet mee naar de bussen, naar de finish, om een artikel te maken? Ik zei, ja, nee, we hebben niet veel plaats vandaag. Maar ja, ik had dus eigenlijk dat verhaal al klaargemaakt. Dus dat was dan klaar. En s'avonds had de ploeg dat ook tegen Jurgen gezegd, van kijk, niets wat gaat morgen uitbrengen, dat je gaat stoppen en dat je laatste Giro is. En dan heeft Jurgen gezegd van, ah, oké, maar ik wil wel mijn uitleg geven. Mm-hmm. En heeft Jurgen mij s'avonds om 9:00 nog gebeld om een soort van interview, was dat, uitleggen waarom hij stopt en wat de redenen waren. Ik ben ze een beetje vergeten, maar het was een zeer plausibele uitleg. Dus dat was voor mij een heel grote primeur. En tevens ook de eerste en enige avond dat ik niet heb kunnen afdaten in de Giro. Oei, oei, oei. Maar ik heb nadien ruimschoot toegemaakt. En de dag erna, zoals dat gaat, liep ik rond met een kamerbrede smile in het rennersloopland. Ik had een dikke primeur, dankzij de collega's en dankzij Jurgen vooral. Ja. Jurgen, jij hebt er toch jouw eten niet voor moeten laten voor Nee, misschien een beetje mijn slaap, want ik had wel een beetje, ik weet dat nog, een beetje paniek op die momenten. Allee, paniek. Omdat ik dat eigenlijk zelf naar buiten wil brengen op het einde van de Giro. En ja, dan was het al voordien gelekt, dus dat was voor mij wel niet zo. Dus ja, dan dacht ik van, kan ik beter zelf bellen en mijn uitleg doen, dan dat er iets wordt geschreven en dat niet mijn uitleg is. Ja. Maar dat is wel straf. Heb jij zelfs die beslissing genomen om de journalist op te bellen? Want ik vind dat heel goed, dat zou bijna communicatieadvies zijn, maar ja, ik zie het nog niet veel renners doen. Ja, maar ja, het was het beste, hè, want anders kwam er iets naar buiten waar er misschien dingen in stonden die niet klopten. Dus kunnen beter zelf je eigen verhaal zeggen en dat ze dat dan schrijven. Want ja, ik kon er toch niet meer onderuit. Nee. Ik werd toch geschreven. Ja, dus ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel knappe reflex, toch? Nee? Ja, ik was ook heel verrast, want ik was toen juist aan tafel, weet ik nog hoe. Ik was juist aan bestellen en opeens belt de toenmalige en nog steeds huidige perschef Art Bierens. Zegt van, ja, Jurgen wil heel graag uitleggen waarom hij deze keuze maakt. Ik zeg, ja,
graag. En dan heb ik, heeft hij mij gebeld en ik vond dat dan ook een heel leuk, een heel warm gesprek. Ondanks dat hij een beetje op zijn tenen was getrapt, dat ik dat nieuws al vroeger wil uitbrengen dan hij natuurlijk. Maar het was een, hoe ik herinner, een fijn gesprek en een fijn artikel. Dus, En je had je eten al besteld dan? Ja, maar het maakt niet uit. Oké. Okay. Ik ga hier niet zielepoot uit hangen. Ik heb nadien veel en heel veel gegeten daar, dus moet je geen zorgen. Ja, Jurgen, ik ben ook nog wielerreporter geweest. En vooral de Tour van 2012 herinner ik mij dat ik eigenlijk jou moest volgen en zo. En wat ik vooral herinner is dat je was altijd enorm gefocust tijdens zo'n ronde, hè, wat logisch is. En dan, elke dag stonden wij daar aan de finishlijn, ook als er gewoon niets gebeurd was. Dus ik kan me voorstellen dat je als renner soms dat was staan die je nu weer al te doen. Maar goed, dat was onze opdracht. Op dat moment was Jurgen van den Broek, alles wat hij deed was nieuws. Maar wat ik mij nog herinner was dat jij, ik zal zeggen, ik vond behoorlijk gestresseerd was in zekere zin, altijd in de contact, niet altijd, maar toch soms met de contacten met de media. Maar dan op het einde van die tour, ik weet niet meer de plaats, maar ik herinner mij wel nog dat wij daar in een tuin zaten en dan had je eigenlijk mij en de collega van het Laatste Nieuws zo eens uitgenodigd om te zeggen van, ik heb mijn vijfde plaats, was het toen zeker? Vierde. Binnengehaald, kom eens langs en we kunnen rustig babbelen. En dat was echt een andere Jurgen, ongelooflijk. En daar zelfs open over gebabbeld, over het feit van dat je gewoon, als je gefocust bent, dag na dag, dat gewoon een heel andere mindset is en dat soms die perscontacten daarbij... Ik vond dat heel knap en aangenaam ook om te zien, zo van, amai. Ja, maar ik denk ook destijds dat ze de ploegen er niet zo mee bezig waren van de contacten met de pers. En ik denk dat ze daar destijds met mij grote fouten gemaakt hebben. En om niet met mij samen te zitten en te zeggen van, kijk, de pers, we hebben die nodig, jij hebt ze nodig, zij hebben u nodig. Ja. Het hoort erbij. Ja. En ik denk mijn eerste in 2010 dat ze mij zo'n beetje voor de leeuw gegooid hebben en zoiets van, trek je plan maar met de pers. En bij wijze van spreken, ik wist niet hoe dan de journalist eruit zag, want ik had nog nooit niet gezien. Mm-hmm. En plots moest ik in mijn eentje heel de wereld te woord staan. Ja. Met vragen en antwoorden waar ik zelf geen antwoord op wist. Ja. Wat gaat dat worden in die tour? Ik wist dat zelf ook niet. Nee. En ik kreeg van dag één elke dag die vragen. En je bent bezig met die koers, je staat er zo gefocust op van, ik moet hier presteren en ik wil hier ook presteren. Ja. Dat al de rest zo'n beetje bijzak was, maar eigenlijk hadden ze daar iemand moeten bijzetten en zeggen van, kijk, we gaan dat zo en zo regelen en dan wordt het allemaal, dan zijn we zelf ook een beetje relaxer. Ja. Maar nu moesten we bij wijze van spreken voor alles zelf zorgen. Ja. En je kon niet ineens zeggen van, genoeg vragen, ik ben weg. Ja, nee. Maar zit er iemand bij en die zegt van, kijk, genoeg vragen, dat was het. Ja. En dan denk ik wel dat je een heel andere renner voor je krijgt. Ja. Wat denk jij dan, die hele Remco-mania, moet ik het maar zeggen? Allee, rond Remco is de gekte nog groter. Natuurlijk, nu is die begeleiding er veel meer. Het is ook allemaal veranderd, het is meer afgeschermd. Maar denk je soms niet van, wat moet dat niet zijn? Ik denk het wel, maar ik denk dat hij dat zelf ook wel graag heeft en een beetje verzorgd. Dus op zich denk ik niet dat hij daar veel problemen mee heeft. Nee. Dus. Nu nog niet, maar... Allee, eigenlijk staat hij nog in het begin van zijn carrière. Maar wat als hij straks een grote ronde wint en dergelijke meer? Wint of als het niet lukt. Ja, kan ook. Vooral dat laatste, denk ik. Stel nu dat het... Allee, we mogen niet vooruitdenken, maar stel dat hij binnenkort eens een minder dag heeft in de Giro, wat iedereen kan overkomen. Of dat hij ook echt geen zin heeft na een etappe van, in de regen van 5 uur en een vlakke rit waar niks is gebeurd. Hmm. En zegt van, jongens, vandaag wil ik niet praten, dan is... Is de pers dan teleurgesteld in hem? Of dan, snap je dat? Dus ik denk dat dat wel een beetje vergelijkbaar is wat Jurgen meegemaakt heeft destijds. Dat heel het vaderland, laten we zeggen, dat was wil, zo, hè? Bij Jurgen was dat op het podium staan. Wil nu dat Remco hetzelfde doet of hoopt dat hetzelfde doet. Dus ik denk dat, wel, dat hij kan zeggen wat hoe dat aanvoelt, denk ik wel. Dat die elke dag die vraag is voor de koers, na de koers... Ik kan het niet voorstellen. Bij mij was het voordeel in Giro was vroeger niemand, niet bij wijze van spreken. Hè. Ja. 1 of 2 journalisten en dat was het. Hè. Ja. Als je dan aan de tour ging, iedereen was daar. Dat was het grote verschil natuurlijk. Ja. En in Giro zijn er dan veel relaxer, want zijn er maar 2 of 3 die je te woord moet staan. Dus dat is redelijk snel opgelost allemaal. Ja. Wat is het vervelendste moment, help even de journalisten, waarop wij jou kunnen aanspreken? Is dat inderdaad na een zware bergetappe of niet noodzakelijk? Is het gewoon de opeenvolging? Wanneer heb je echt zoiets van... Als wel bergetappen zou ik zo niet zeggen, want meestal als het dan goed gaat, dan zijn we ook blij dat het erbij is. Maar natuurlijk, als het bergetappes na elkaar zijn, dat wil je ook gewoon als renner zo snel mogelijk weg, gaan rusten, masseren, eten,
En dat is een beetje het ding dat je denkt van, ja mannetjes, laat me doen, want ik wil... Ja. Ja, dat is het enige waar in mijn kop zit op die moment. Hè. Ja, oké. Okay. Want Remco zei al op dag 2, denk ik, of dag 1, van, fuck, ik heb hier een... hij zei zo, fuck, ik heb hier een dopingtest te doen, een dopingplas te doen. Is dat ook zoiets dat je dan dat zegt, ja, shit, weer al 2 dagen op rij, ik verlies hier tijd, of... Herken je dat ook, of... Ah, ik vind, op die dingen moet je niet reageren, want dan heeft hij de Tour nog niet gedaan. Als je de Tour vooraan staat, de laatste week, heb je soms tot 3 controles per dag. Goh. Dus, ja, ik heb in 2010 of 2012, ik weet het niet meer, de laatste week, elke dag om 6 uur, na de rit en s'avonds ook nog controle. Voor de eerste team van het klassement hebben we dat elke dag. Ja, ja. Dat is zo, dat hoort erbij. En als je er druk in maakt, ja, dan verlies je ook weer energie natuurlijk. Ja. En dat is niet leuk, want ik heb op een gegeven moment ook ruzie gemaakt met een controleur. Ja. Oei. Omdat het was half 6 morgens of 6 uur, ik weet het niet meer. Ja. En die klopte en ik zeg, ja, kom er, ik ga niet, je moet het licht aan doen, dit en dat. Ik zeg, ja, sorry, maar mijn ploeggenoot slaapt. Ik zeg, die moet ook rusten, hè. Ja, nee, het licht moet aan. Ik zeg, nee, ik kom direct naar daar. Ik ga gewoon mijn broek aan doen en ik kom. Natuurlijk, op die moment dat je even dat je denkt van ja, oké, dat ze mij lastig vallen, maar ik moet mijn kamergenoot toch niet gaan wakker maken omdat ik die controle heb. Ja. En ook derde week is ook al moe. Ja, dat wel, maar je weet gewoon, dat hoort erbij. Dus, ik heb nog weinig druk in gemaakt op die manier, maar... Ja. Ik voel dat het tijd is voor onze volgende rubriek, Haat en Liefde. Echte wielerconnoisseurs durven de Giro wel eens boven de Tour te plaatsen. Meer fun, meer drama en meer zotheid. Ja, Jurgen, hoe kijk jij naar de Giro? Is dat haat of liefde? Je hebt eigenlijk al iets erover gezegd. Het is rustiger. Het was rustiger dan de Tour. Voor mij liefde, hè. Met daar is alles begonnen. Ja. Van de ene kant mijn grootste teleurstelling in heel mijn carrière, maar ja, daarop was het gewoon het begin van iets moois. Ja. Dus voor mij heeft het wel een heel mooie herinnering. Ja. En... heb je meer kunnen genieten? Want dat had ik altijd tijdens de Tour. Je kon genieten van die prestatie achteraf, maar ik vraag me af of je onderweg heel veel genoten hebt. Want ja, je moest presteren, je mocht vooral geen fouten maken. Heb je meer kunnen genieten van de Giro? In de Giro kon alles meer rondkijken en genieten van alles en van de koers ook. Ja. Tegenover de Tour worden gewoon van start tot finish geleefd. Ja. Dat gaat allemaal zo snel, dat is allemaal zo hectisch, dat is allemaal zo... Ja. Ik heb altijd gezegd, ik wil nog eens een Tour rijden en gewoon genieten zonder klassement. Maar ja, op een gegeven moment weet dat toch niet gaat lukken. Ja. Comeback maken of zo? Ja, nee. Ja. Want je zei, voor het gesprek zei je van, de Giro was een beetje als vakantie. Ja, tussen aanhalingstekens. Hè. Je kunt voor de start rustig op een stoeltje gaan zitten in de zon en koffietje drinken. Dat kun je gewoon in een Tour niet inbeelden dat je dat doet. Ja. Dat is gewoon in die bus blijven, snel gaan tekenen, terugkomen, wachten, direct naar de start gaan. Allee, ja. In die zin is het wel goed dat de eerste grote ronde van Remco, de Giro, is bijvoorbeeld niet direct de Tour. Ik denk dat wel en ik denk dat ze het ook bewust gedaan hebben. Dus stel ik eens erin komen, als het hier eens een keer niet lukt, gaan ze er niet zo'n drama van maken. Ja. Is dat in de Tour, dan wordt dat direct uitvergroot. Ja. En de Tour is toch nog iets heel anders. Dat is van, vroeger toch, van start tot finish gewoon kaartkoers. Ja. Ja. Giro hebben ze al eens dagen dat ze rustig zeggen en wow, kunnen een beetje, maar in de Tour... Zo zoveel volk naast de kant, je moet altijd gefocust zijn, altijd alert zijn, altijd vooraan zitten. Dat kost zoveel krachten. Ja. Dus. Want collega Jan-Pieter de Vlieger die zei bijvoorbeeld naar aanleiding van de overwinning van Taco van der Hoorn, van ja, in de Giro kan dat, maar in de Tour niet. Nee, in de Tour is altijd wel iemand baat bij de rijden. Ja. Allee, is het niet om een ploegklassement, dan is het wel... Het is om ieder welk klassement, is het niet voor de sponsor, is het niet voor dit. Iedereen rijdt er altijd. Ja. Dat is het grote verschil. Ja. Zeg, en Bram, jij had iets opvallends opgemerkt. Dat er 2 renners zijn in de Giro. Vul mij aan, die... Ah, wel, dus Jurgen heeft zijn eerste Giro gereden in 2007. Ja. Dat was een probeerse, laten we zeggen. Een eerste kennismaking. Mislukking. Zoals jij het zegt, Jurgen. Maar het jaar nadien heeft hij zijn tweede grote ronde gereden, ook de Giro. En werd hij toen 7e, misschien nu 6e, misschien nu al 4e, misschien 3e. Het is 6e geworden, denk ik, officieel. Ja. Ja. Toen was het 7e in de uitslag. Ja. Maar ja, als je naar de namen kijkt die voor hem stonden... Contador, Rico, Bursagin, Pellizzotti, Menchov en Sella. Is er geen enkele van die mannen onbesproken gebleven nadien. Hmm. Dus, zwart, maar dus 7e plaats. En dat was eigenlijk... dat was de eerste keer in lang dat er een... sinds Joan Bruyneel, denk ik, of Kurt van der Waver misschien... Ja.
dat er een Belg nog eens meedeed. En hij deed echt ook mee. Dat was geen volger, dat was een jonge gast die aanviel, die koers maakte. Ja. Dus was, in België was dat toch wel wauw, hè, niets nieuw. En, dus dat was eigenlijk zijn grote stap in zijn carrière. Maar ik heb nu eens naar die andere namen in de top 11 gekeken. En daarvan zijn er twee renners nog steeds actief. En vandaag ook nog actief in de Giro. Op nummer 9 eindigde toen een Domenico Pozzovivo. En op nummer 11 Vincenzo Nibali. ik vind dat toch opvallend. Ja, inderdaad. Zou jij het je nog kunnen voorstellen dat je daartussen rijdt? Oh, moeilijk. Hè. Vandaag in de Giro? Ik ben er al enkele jaren uit, dus dat is moeilijk voor te stellen. In het begin dacht ik nog van, ja, dat zal dan nog lukken, maar die gedachten is dan snel weg. Ja. Dus, zo'n lange carrière, die mannen. Nibali, allee, het feit dat je daarmee gekoerst hebt, sta je daar ook bij stil? Van, die rijdt nog altijd. Ja, soms ook naar de koers kijken en dan zie ik er renners rijden en dan denk ik van, verdomme, rijdt die nog altijd? Ja. Maar moest ik het kunnen, ik zou ook verder gedaan hebben, maar bij mij was het gewoon op en ja, ik ben er nog altijd van overtuigd dat op die moment gewoon de beste keuze was. Ja, ja. En ja, grote naam, hè, Nibali. We kennen hem vooral omwille van zijn dalerskwaliteiten ook. Vooral. Het is een beetje oneerbiedig om te zeggen vooral. We kennen hem vooral omdat hij ongelooflijk bergop kan rijden, goed kan tijdrijden, etappes winnen. Maar wat bijzonder is aan hem, hij is een zeer goede daler. Hè. Mm-hmm. Heb je daar nog anekdotes over of zo? Ja, je moest hem toch ook soms proberen te volgen. Heeft hij jou ooit onder druk gezet of dat weet ik niet direct zo. Nee. Ik weet wel die Giro van 2008. Mm-hmm. Waar ik, dat was echt in de regen, volle mak afdalen. Ja. En dat ik daar echt met de koeien mee moest. En dat was op zich wel plezant, want dat ging goed toen. En dat waren wel leuke herinneringen. Ja. Jij kon ook een stukje dalen eigenlijk. Hè? Want toen, mensen... toen nog wel, ja. Totdat ik door eens in een ravijn gesukkeld ben in een tour. En toen was het pak minder. Ja. Is dat altijd blijven meespelen dan in jouw hoofd? Een klein beetje wel, denk ik. Dat is wel een groot deel uitgeraakt, maar dat is nooit meer hetzelfde geweest dan voordien. Vreemd, hè? Allee. Ja, het was een vreemd. Allee, het was een val waar ik zelf niks kon doen. En toch blijft dat een beetje meespelen in je bewustzijn, ja. In die Giro werd hij ook tweede in het jongerenklassement. Ja, nou, voor Rico. Nibali, die was derde, en Rico op nummer 1. Ja. Onmogelijk om Rico daar te baas te kunnen? Ik denk het wel op dit moment. Ja, ik heb er wel leuke gevechten mee uitgestreden, maar... Ja? Ja, er waren bijvoorbeeld... Rico was niet de meest geliefde renner in het peloton. En ik weet nog, op een gegeven moment moesten we dan... God, die klim die was er genoemd naar Marco Pantani. En boven lag toen een prijs of zo, Marco Pantani, ik weet niet wat. Mm-hmm. En onze Italiaanse ploeg, Roberto Damiani, die had gezegd van, ja, die klim... Rico wil per se aanvallen, die wil er eerst boven komen, die wil er een show van maken. Wil Pantani eren. Ja. Zeg, denk het toch niet. Ik had buiten mij gerekend. Ze hadden wel een paar keer dat hij zo ambetant deed en zo. Hè. En ik weet nog, voor de camera toen, achter de motto, zij aan zij. Een beetje Van den Broeke, Bartoli-achtig. Amai. Die klimde boven en ik had hem toen juist geklopt, boven op de strepen. Fantastisch. Voor die prijzen. Mijn groep weg in de afdaling en hij weigerde van over te nemen omdat ik dat gedaan had. Hè. En ik weet dat die ploegleider al de koers nog lachte en zei, wat doe je nu? Ik zeg, ja jong, je moet toch leuk maken, hè? En Rico was echt zo kwaad toen, dat hij gewoon niet meegedraaid heeft met die kopgroep. Al die andere renners waren echt slecht gezind op hem, van, wat doe je nu? Ja. Nou, was zo eens een eer gekrenkt en daar heb ik nog altijd plezier van. Ja. Mentale oorlogsvoering. Ja, een klein beetje zo, hè. Ja. En heeft hij dat ooit jou teruggelapt of zo? Nee. Hij heeft de kans niet meer gekregen. Ze hebben hem eens gelapt. Dat is waar. Dan was het gedaan. Iets later hebben ze hem gelapt. En... Ja. En wat ik nog opvallend vond, uit onze research gebleken, is dat jij die Giro hebt gereden met een spierscheur. Want je hebt nadien, een paar weken later, moest jij het BK rijden en je hebt dat niet gestart, want je had een spierscheur in die Giro. Ik had toen de eerste bergrit. En ik zat toen mee met de koeien en ik kreeg toen krampen in mijn hamstring. Ik zei van, ja, dat gaan we nu niet laten gebeuren. Die krampen mogen mijn koers niet vergallen. Dus ik heb eigenlijk door die kramp doorgestampt. Ja. En met 3 weken verder te rijden is dat blijkbaar een klein beetje verder en verder gescoord. En na die Giro, in de laatste tijd is om mijn bier en zoekers bollen van achter. Dat we echt niet wisten van wat er aan de hand was. En een dokter daarbij, een kinesist, en die zei, ja, volgens mij zit er een beetje vocht in. Maar we gaan het eruit doen. En dat zal wel lukken met die tijdrit. Dat is niet lang, dus dat kunnen we wel... En toen zei Damiani ook van tijdens die tijdrit zou je echt je been zo opzwellen zodat het vocht erin kwam. Hè. En effectief na de meter ze mijn voet uit mijn pedaal moeten klikken, want ik kon dat niet meer zelf. Het ziekenhuis en toen, ja, het was verdikt, maar Klaas heeft toen ook waarschijnlijk elke dag een klein beetje verder van die inspanning gescheurd. En op het einde, ja, gewoon... Dus je hebt die Giro... Maar die laatste dagen heb ik echt wel last van gehad, maar gelukkig dat de ritten wat rustiger waren, dat het wat meeviel. Ik kon mee bollen eigenlijk, hè.
Dus heb je Giro zevende plaats in het ziekenhuis gevierd uiteindelijk? Nou, het ziekenhuis nu niet, maar controle en dan naar huis, maar het mocht niet rijden even. Hè. Ja, maar straf toch? Allee, mee. Ja, jouw beste resultaat in de Giro heb je eigenlijk met een spierscheur neergezet. Ja, ik wist het niet van waar. Toen kwam dat boven, ja, die krampen. En zei waarschijnlijk een klein pastje erin geduwd met die kramp. Ik zei, ja, nu ga ik nooit meer door een kramp duwen. Hè. Ja. Zeg, wat ik mij afvraag, ik heb het boek van Thomas de Gent gelezen, Solo, en ja, toen hij derde werd in de Giro, achteraf, dat was echt een beetje een triestige bedoeling. Er was eigenlijk door de ploeg niets voorzien, qua viering of zo. Ik geloof dat de hele ploeg ook al weg was. En ja, er was ergens een triestig hotelletje voor hem geregeld, of zelfs niet. En onze collega, gewaardeerde collega Hugo Korevits, die aanschouwde dat en die zei van, ja, dat gaan we niet laten gebeuren. Die is dan toen zelf nog ergens met mensen van een hotel beginnen praten van, weet je wel wie dat is? Die is derde geworden in de Giro. Die heeft dan toch nog een kamer voor hem geregeld enzovoort. Maar bon, het komt er eigenlijk op neer van, ja, een Belg wordt haalt podium in de Giro en eigenlijk gevierd of iets van festiviteit en er is eigenlijk niets gebeurd. Hoe zat dat bij jou als je zo'n prestatie binnenhaalde? Werd dat toch iets gedaan? Kon je daar op een of andere manier toch ergens van genieten? Of was dat, ja? In een Tour meestal wel, maar in een Giro was dat ook niet. Toen ik dat jaar zeven of zesde werd, was er ook niet echt iets voorzien. Dat was ook gewoon een tijdrit, wassen en we rijden naar huis. Nee. Ik heb toen wel van Zanini heb ik toen nog een kist met wijn gekregen, dat weet ik nog. En die heb ik, dat was heel goed. En ik denk dit jaar of vorig jaar, ja, tijdens corona nog eens gekruid, heb ik hem een foto gestuurd van, ja, kende die nog? En hij antwoordde toch van, ja, die ken ik nog heel goed, die fles. En welke is het? God, dat weet ik niet meer van buiten. Zijn de wijnkenners weet ik niet, maar... Bram, zijn oogjes beginnen te fonkelen. Bram, ik heb ze wel opgezocht, dus. Ja. Want ik vind dat wel raar, want ik heb twee Giro's gedaan. En onder andere die van 2017, uw laatste, toen om Dumoulin. En in het Giro zijn er altijd afterparties, net als in de Tour. En dat was in Milaan, in zo'n grote openluchtdiscotheek. Amai. En Dumoulin was daar, ik denk 50-tal andere renners. Want ik weet dat Pieter Serie heeft daar zijn vrijgezellen nog gevierd. Ah, ja, die had gehoord dat er was. Nee. In de slechte tijden gekoerst, Jurgen. Nee, Serie die had dus de Giro uitgereden. Dat was met Laurens de Plus en Ilio Keijsen en Dries Deveneijs ook in die ploeg. En die ging een week later trouwen en die heeft zijn vrijgezellenfeest op die afterparty van de Giro gedaan. En er is daar menig drankje gevloeid. Maar misschien is dat iets dat na de carrière van Jurgen ingevoerd is. Heeft hij Giro ook meegegeven? Heeft hij Giro? Het is die Giro. Ik heb nooit gehoord van zo'n party. Allee, hij was niet uitgenodigd. Nee, Vittori, zeg. Nee, Jumbo, ja, uw ploeg was daar ook zeker met een paar renners. Dus, ja. Maar er waren dus zeker 50 renners die na de Giro tot een gat in de nacht hebben gefuifd. Ja, jij lag braaf in jouw bed. Ja, ja. Ik was al op weg naar huis, denk ik. Ja, oké. Okay. Zeg, wat ook opvalt in de Giro, zeker de Giro nu, ik weet niet of het letterlijk geen enkele, buiten de tijdritten natuurlijk, geen enkele startplaats samenvalt met een aankomstplaats van de dag ervoor, maar het is wel min of meer zo. De verplaatsingen in de Giro, daar wordt wel soms de transfers, dus na een etappe, ja, moet je naar het hotel. Dat hotel kan tamelijk ver van start of aankomst liggen. Ja, aan de dag nadien moet je naar de startplaats. En dat brengt toch wat met zich mee. Maar in de Giro, naar het schijnt, is dat wel altijd toch iets hectischer, wat verder dan de Tour. Ja, de Giro is er wel voor gekend voor zijn verplaatsing. Ja? En zo. Dus dat was vroeger al. En blijkbaar is het nog altijd niet beter. Dus. Ja. En hoe vervelend is dat? Heb je zo een herinnering aan de meest vervelende verplaatsing of lange verplaatsing of laat in bed? Niet omdat je naar een party geweest was, maar gewoon... Ik heb wel enkele maanden dat we laat uit toekwamen, maar dat was bijvoorbeeld dat we op Sicilië of Sardinië of starten, misschien die een boot pakken en dan eerder dat je dan in het hotel was het 11, 12 uur 's nachts, moesten nog gaan eten en zo. Dus die dingen herinner ik me wel. Of van de Ienberg nu tot de andere, maar dat de Ienberg het hier was van Italië, de andere helemaal aan de andere kant. Ja. Die dingen en dan meestal nog in de derde week. Ja. Dus dat je wist van ja, masseren gaat er niet aan komen en we zien wel wat brengt morgen. Ja. Ja, dat was die Giro van 2017. Start in Sardinië, dan Sicilië en dan naar Italië. Dus twee keer de boot moeten pakken. Ja. Ik vond dat leuk, maar de renners misschien. Ja, maar jij moest niet presteren. Hè? Ook, maar anders. Alhoewel, Bram, jij neemt vaak jouw loopschoenen ook mee naar de... Toen nog niet. Ja, oké. Okay. Zeg, ja, Remco, die, enfin, bij de Koning Quickstep is het verhaal toch ook een beetje van... Ja, Remco heeft een vrije rol. Almeida is officieel de kopman. Maar goed, we gaan zien hoe dat zich ontwikkelt. Heb jij dat meegemaakt in een ploeg, dat soms
Op een bepaald moment, stel dat zowel Remco Evenepoel als Almeida in staat blijken om die Giro te winnen, ja, dan zit je misschien wel met een probleem. Heb jij dat soort situaties soms meegemaakt? Want ja, Lotto, we spreken nu van Lotto, intussen is Lotto Soudal, maar de co-sponsors zijn doorheen de jaren soms veranderd. Die hadden ook altijd ja, Spurter mee, maar ook Gilbert bijvoorbeeld. En ik kan me voorstellen dat soms hun ambities niet altijd strookten met de jouwe. En, ja. Goh, die Giro van 2008 ja? was ik eigenlijk een beetje met een vrije rol gegaan. Maar dan deze, zoals Remco. Het eerste gedeelte moest ik mijn Kewen wel helpen. Dus ik heb eigenlijk heel vaak op mijn Kewen gewacht, die teruggebracht, die vooraan afgezet. Amai. En dat vond ik op zich wel leuk. En dan hebben die stress zo niet. Ja, en dat is ook die bergritten er kwamen, kwam dat vanzelf wel. En McEwen ging dan toch naar huis. Ja. Met die voorbereiding voor de Tour had. Ja. Dus dan kwam die rol op zich bij mij. En dan allee, ik vond dat wel leuk om te doen toen. Ja. Om er zo stilletjes aan in te rollen. Maar dat was natuurlijk ook omdat jouw eerste Giro was, omdat er geen verwachtingen waren. Ja, nee, ze wisten ook niet van wat gaat hem uitkomen. Maar in de bergen krijg je vrije rolls en de lastige ritten. Dan laten we gewoon doen. En voor de rest, help me McEwen. En dan pakken we overwinningen. Dan is de stress een beetje weg. Ja. En is er nooit een situatie geweest waarin, allez, zoveel jaar later kan je dat misschien zeggen, en ook, we begrijpen dat natuurlijk, ambities, ja, elke renner heeft ambities, dat die gewoon niet gelijk lagen. En dat dat misschien wel eventjes moeilijk was van, vertorie, ja. Niet per se, in een toer hadden we dan een grijpel. Ja. En ik heb ook een paar keer dat echt op de kant was meegeholpen, want daar zat ik zelf ook vooraan, dus dat was voor mij veel gemakkelijker. En dan zit er bij in die flow van de ploeg. Mm. Je viert mee, je hebt geholpen aan die overwinning, en dan maakt het wel plezander. Ja. En je weet ook van, als het erom draait, dan zal André van mij ook drinken gaan halen. Ja. Maar als stel dat André Grijpel dan twee ritten wint in zo'n Tour, zo dat glas champagne, als klassementsman. Dat drinkt hij niet. Doe het niet, hè? Nee, ja. Maar André wist dat ook en die nam me dan niet kwalijk. Dus je klinkt wel mee, maar ik zeg van, ja jongens, ik drink er niet van. En zelf geen nipje? Nee. Gewoon weggieten? Ja, nee, of iemand anders geven. Hè. Dat was gewoon een principe bij mij. Misschien... Het zal geen verschil maken, maar dat was gewoon in mijn hoofd en dat was mijn principe en mijn idee van een Tour te rijden. Want ik herinner mij wel, denk de Tour van 2011, het wonderjaar van Gilbert. Belgisch kampioen, pakt het geel, denk ik, ook in de eerste rit. Ja. En dan op de Muur de Bretagne, ja. Denk ik. Juist. Ja. Dat is het even. Bram. De Bretagne, ja. Ik denk dat jij als eerste aanvalt of zo, en hij komt je eigenlijk halen. Hè? Mm-hmm. En hij wint er niet, want Kendall Evans wint. Evans wint toen. Dus dat is dan wel, denk ik, zo'n conflict tussen... Een conflict. Oh, en, conflict. Ik heb, moet ik zeggen, op die moment heb ik dat heel kwalijk genomen, omdat ik er nooit een sorry voor gehad heb. En ik heb altijd met plezier voor Gilbert gereden. Hè? En nu nog altijd, ik ben altijd sympathie voor. Maar op die moment vond ik dat jammer. En misschien was dat in zijn flow van al die overwinningen. Dat hij dacht van ik kan alles winnen en dan ja, misschien die fout maakt en dan niet durft toegeven naar die. Ik weet dat heel de wereldpers aan ons bus stond. Dat er redelijk aan bras was in de bus, ik denk, dat weet ik nog. Ik denk dat ik daar ook stond. Dat was, ik vind dat altijd heel jammer, want ik ben ervan overtuigd dat als je niet reageert, win ik gemakkelijk de rit. Ja? Het idee was dat ik de koers opende en dan zou wel zien en ik ga en niemand reageert. En ik denk dat als je erbij door in paniek schiet en denkt van ja, en hij komt me halen en ja, even schat erover. En is daar lang over nagepraat dan? Jammer genoeg niet. Nee. Nee. Je had dat eigenlijk liever zwijgen, uitgepraat. Zwijgen, vergeten en verder gaan was dat toen. En dat vond ik heel jammer. Ja. En je hebt daar nooit met Gilbert over gepraat? Nee. Ik had er ook geen nood aan, maar ik vond dat wel heel jammer van de ploeg zelf. Dat er weinig over... Tuurlijk, dan zeggen ze wel, je wint niet, maar ja. Ja. Als dan ze kans krijgt en ze pakken het af. Vind ik als ploeg moet er ook op reageren natuurlijk. Hmm. Want je hebt jaren ben jij kopman geweest van een ronde ploeg. Mm-hmm. Maar ik herinner mij, die laatste Giro in 2017 ging je mee met Lotto NL Jumbo voor Steven Kruiswijk te begeleiden. Is dat dan moeilijk voor u? Want iemand die jaren kopman is, moet nu plots zijn kast leeg rijden voor iemand die op dat moment veel minder had bewezen dan jij. Nee, want ik wou die rol ook niet meer als kopman en ik wist dat dat niet meer lukte. En ik had zelfs moeite om een rol als knecht te vervullen in die Giro en daar had ik het heel lastig mee. Daarom dat ik ook zei van, dat ik er beter mee stopte. Dus op die moment in mijn carrière wou ik niet liever dan gewoon dienen de rol, ik doe mijn werk, ik zet me op kant en dat iemand anders het maar doet. En hoe kijk jij naar dat gevalletje van Evenepoel en Almeida op de tweede dag in de Giro, dat Evenepoel die bonusseconde toch pakt? Ja, ik zie daar eigenlijk heel veel in. Voor mij is dat eigenlijk een onderlinge strijd. Ja, of gewoon dat,
dat Remco toont van Joao, ik doe ook niet. Ja, maar als Almeida bergop een keer wegknalt, dan gaan we niet over 2 seconden spreken, maar over... Ja, van de ene kant, het is mooi, maar ja, ik weet niet hoe dat de tactiek is en zo, dat weet ik nu niet. Het is mooi, maar is dat nodig in een Giro die gekend is als een Giro dat altijd zwaar is, wat bergop niet meer seconden, maar minuten, soms een kwartier wordt gegooid? Is dat niet beter van op die moment die strijd even te laten en die krachten te sparen tot... Want ze zeggen wel, hij sprint mee en dit en dat, maar het zijn elke keer toch die krachten die... En dat is in een toer die ik was geweest, en Nibali, die bewoog niet. Totdat ze ver was en dan was hij daar gewoon. En die lachte gewoon. Dus als er een minuutje verloren werd of zo, bij wijze van spreken, dan dacht hij van... Kom, ja. Mijn dag komt wel. En ja. Die gesteldheid heb ik op een duur ook geleerd. Van ja, in die eerste rit, die seconden, hè, dat gaat niet veel... Je zou bergop gaan en ze smijten met minuten, dan ga ik erom. Dat is misschien nog een beetje de jeugdigheid van Remco. Want bijvoorbeeld Johan de Munck, hè, de laatste Belgische Giro-winnaar, die heeft in een interview met onze krant ook gezegd van ik wil eigenlijk Remco niet zien de eerste 2 weken. Voilà. Dat is misschien die ervaring. We hebben hem op dag 2 al gezien. Ja, maar dat is misschien die ervaring die mist in het paniek, mag ik niet zeggen, maar zo die strijd onderling en laten zien van ik ben niet de beste en ik wil de beste zijn. Ja. Ik denk dat Almeida heeft al een grote ronde gereden met een mis. Hij is vorig jaar 4 geworden. Ja, ja. Dus hij heeft die ervaring wel en die weet wel van wat er in die 3e week kan er nog heel veel gebeuren. Als je daar nu minder een dag hebt. En ik heb dat toen ik koersen ook gezegd, van er zijn heel veel toppers en supergoeie coureurs. Maar die in die 3e week altijd een slechte dag hebben. Hè. Hmm. Want die grote ronde dat nooit niet lukt. Hè, maar die in andere koersen gewoon niet te volgen zijn. Hè. Maar anderzijds heeft ook Egan Bernal zich in die sprint gemist. En Egan heeft wel al ervaring in grote rondes. En hij werd dan ook... Maar is hij zo goed als... Hij deed dan wel dezelfde inspanning als Remco, maar pakte geen seconde. Dat vind ik dan nog veel slechter. Ja, dat wel. Maar is hij zo goed als in een Tour destijds? Ja, we gaan het zien. Maar in elk geval, het is wel interessant. En ik stel mij inderdaad de vraag, want het is zijn eerste grote ronde. En uiteraard moet je leren, hè, Jurgen. Maar je hoort dan toch van ervaren rondrenners zoals jij, zoals Johan de Munck, die zeggen van, ja, let daar toch mee op met dat soort inspanningen, want het is lang. Heb jij dan nooit niet vroeger in de eerste week ook zo een treintje voor je gehad om jou uit de wind te houden? Ik had 1 iemand bij mij en dan de rest was voor André. En dan probeerde ik gewoon me aan te sluiten bij die trein van André. En dat was eigenlijk redelijk relaxed. Want het is een heel ploeg, heel een dag voor u. Hè. Dat is ook niet... Weet je, je wordt er gek van, want je weet van, ik moet die volgen. Dat kost je zo'n krachten. Ja. Als je 1 renner bij u hebt, en je volgt gewoon, dan heb je gemakken. Dan zit je elkaar kwijt, je kijkt eens rond. Maar als je een hele ploeg moet volgen, heel een dag... Ze zijn zo gestresseerd, oftewel moet die hele dag op kop gaan rijden, maar ja, dat gaan ze ook niet doen. Dus dikwijls is gewoon beter enen en op het gemak zit er tussendoor. Eigenlijk heb je toch ongelooflijk veel ervaring, Jurgen. En ze zeggen dat dikwijls, pas op, je hebt fantastische prestaties geleverd, maar misschien intrinsiek heeft Remco nog meer talent, maar ze zeggen soms van, ook in het voetbal, hè, van je hoeft niet Messi te zijn om de beste trainer te zijn, maar je hebt ongelooflijk veel ervaring in dat rondewerk. Ja, je zou eigenlijk zo jonge renners kunnen begeleiden bijna. Hè? Ja, dat is mijn doel geweest, maar dat is niet gelukt. Dus. Ja. Nee, maar als ik dit hoor, denk ik van, ja, dat zijn zinnige dingen die je zegt en zaken die jij meegemaakt hebt. Ja, het zijn fouten die je gemaakt hebt, dingen die je geleerd hebt. En dat zie je altijd pas nadien, denk ik. Van, ik had zo moeten doen of dat. En ik heb ook heel veel fouten gemaakt en nerveus geweest en noem maar op. Allee, dat weet ik heel goed. En destijds had ik dan heel goede renners bij mij die gewoon hun gedacht zijn, wat ik altijd geapprecieerd heb. En dat hadden we wel dikwijls nodig, denk ik. Oude man die gewoon niet zwijgen. Ja. En die gewoon echt zeggen van wat op staat. En wat zou je nu tegen Remco zeggen? De eerste 2 Ja, dat weet ik niet. Ik ben nu niet bij hem in de ploeg en ik weet niet hoe dat die koers doet, dat hij is. Dus dat weet ik allemaal niet. Hè. Maar ik weet wel, destijds was het bij mij gewoon... ik had Sebastian Lang, Adam Hansen... Ik denk nog eens zijn naam kwijt. Hè. Lars Bak. Ja. Dat waren jongens ook die gewoon hun gedacht zijn van... Dat je iets fout deed of... Uw uitspraken waren nu juist richting bepaalde renners, dat ze gewoon komen zeggen van jongen, let erop en doe het zo. En dat vind ik wel plezant en daar leer je heel veel van. Oké. We warmen ons op om te quizzen, maar we luisteren even naar een boodschap eerst van onze sponsor Skoda. Wist je dat Skoda het populairste merk van de koers is? Bijna de helft van de pro-wielerploegen rijden met Skoda's. Ze zijn standaard ruimer en veel praktischer ontworpen, getuigen de paradepaardjes Skoda Superb en Octavia. Bovendien kunnen bij deze Skoda's de achterste zijruiten helemaal naar beneden. Zo kan een mechanicien al rijdend vlot een renner een handje toesteken. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever.
quiz. Goed, quiztijd. Ons quizconcept voor de Giro is eenvoudig, zoals wij het graag hebben. Ik vuur vragen af over de rijke geschiedenis van de Giro en telkens zijn er twee mogelijke antwoorden. Jurgen en Bram, jullie vullen op jullie antwoordformulier bij elke vraag A of B in, vandaar de A of B quiz. En de reden waarom ik het laat noteren is dat je niet zo op elkaar afstemmen natuurlijk. Vooral bij Jan-Pieter is dat belangrijk, onze collega, want die probeert allerlei manieren te vinden om toch te winnen. Goed, de eerste vraag. In de Giro van 1987 zat een heel bijzondere tijdrit. Wat was er zo bijzonder aan? A. Het was een tijdrit van 15 kilometer volledig over onverharde wegen in Toscane. Of B. De renners moesten de Poggio naar beneden rijden, goed voor een bochtige en technische daaltijdrit van 8 kilometer. Dus A. De grindtijdrit of B. De afdaling van de Poggio als tijdrit. Schrijf de stilo, Jurgen. Nee. Ja, maar goed, we vertrouwen jou. Wat heb jij in gedachten, A of B? Ik gok op B. B, dus de Poggio, wat zeg jij? Ik heb ook B opgeschreven. Ja, dat klopt, inderdaad. Leek me nu niet echt zo speciaal, dus. Vind je dat niet speciaal? Ja, nee, dat is een dag van vandaag normaal geworden. Hè, dus. Ja, het is dus de Poggio. Allicht de meest gekke tijdrit aller tijden. Hè. Ik vind dat wel geweldig, zoiets. Ja? Ja. Stephen Roach won die tijdrit. 46,5 km per uur gemiddeld. Op een gewone fiets, geen tijdritfiets. Maar vooral belangrijk om te weten is dat het wegdek van de Poggio toen eigenlijk veel slechter was dan nu. En Roach die zei achteraf, ondanks het feit dat hij die tijdrit gewonnen had, van ja, er zijn al 3 renners gestorven dit jaar. Blijkbaar was dat nog niet genoeg voor de organisatoren van de Giro. En zochten ze nog een 4de dode. Ja, het was echt crazy. Je moet die beelden eens opzoeken. Dat is... Ja, maar daal is een kunst. Dus ik zo'n Nibali of een, zoals Thies Benoot zei in onze podcast 2 weken geleden, van hij zei, ik zie graag zo'n Moritz of een Nibali afdalen. Ik vind dat een kunst. Ik vind dat mooi. Dan vind ik ook van, ja, dat moet kunnen. Ja. Ja, bij mij weten zijn er in die tijdrit geen accidenten gebeurd, maar goed. Ja. Wat vind jij ervan, zo'n afdaling van de Poggio? Want het is inderdaad, het is een technische afdaling. Het is een kunst, maar je moet nu ook natuurlijk je risico's gaan zoeken als het niet nodig is. Hè. Ja. Jij zou liever over het grind rijden dan... Of gewoon, gewoon een of zo, maar echt te zeggen, in de afdaling is toch een beetje... Ja, en die beelden kan je nog vinden. De tweede was een Paul Piasecki. Die reed op een tijdritfiets met 2 volle wielen, die afdaling. Ja, fijn. Ja. Je kan het niet helemaal volgen, maar ik vond het echt wel heel bijzonder. Ja, crazy eigenlijk. Ja. Goed, we hadden 2 juiste antwoorden, dus het is 1-1. In de Giro van 2008, en dan zijn we aan de tweede vraag toe, kwamen we een opmerkelijke naam tegen op de 134ste plaats in het klassement. Dat was op 3 uur 57 en 52 seconden van eindwinnaar Contador en op 3 uur 51, 52 seconden van Jurgen van den Broek. Wie was die man, die bijzondere man, op de 134ste plaats op bijna 4 uur? Was dat A, Bradley Wiggins, die later de Tour zou winnen, of was dat B, Wim van Zevenhand, vader van Mauri? Dus van Zevenhand of Wiggins. A is Wiggins, B van Zevenhand. Ja, Jurgen, zeer A. Wiggins, wat zeg jij? Ik heb ook A opgeschreven. Ja. Het gaat gelijk op. Inderdaad, was Bradley Wiggins. Straf toch, hè? Dus in 2008, 134ste in de Giro. Was er eigenlijk in dienst. Dat was toen Team Highroad, in dienst van Cavendish en een beetje Greipel. Ja, en 4 jaar later won hij de Tour. En ik geloof... Chris Froome is ook een keer voorgevallen, denk ik. Ja. Chris Froome heeft ook eens een Giro van Velta, denk ik... anoniem meegereden. Ja, sinds wanneer herinner jij jou Bradley Wiggins? Want ik kan me voorstellen, in die Tour van 2008 zal jij jou niet opgevallen zijn. Tour 2009. Ja. Toen... Met die bij, wat was dat toen? Carmen? Ja. Sliepste. Ja. En toen was hij op het podium, vierde, dacht ik? Of vierde. Ja. Enfin, achteraf dan... Het was met de man van Touri ook dat hij heel goed was toen, denk ik. Ja. En natuurlijk, van Zevenhand, dat was altijd de rode lantaarn in de Tour, maar dus niet in de Giro. Vraag 3. Dus het is 2-2. Spannend. Filippo Ganna reed de openingstijdrit van 8,6 kilometer in Turijn met een gemiddelde snelheid van 58,748 kilometer per uur. Maar dat was niet de snelste tijdrit ooit in de Giro. Wie reed die wel? Was dat A, Rick Verbrugge in 2001 of B, Fabian Cancellara in 2016?
Dus wie reed de snelste tijdrit ooit in de Giro? Verbrugge in 2001 of Cancellara in 2016? Bram? Verbrugge. Ja, amai. Hey, dat zijn echt kenners, hè? Of zijn de vragen te makkelijk? Voor mij wel. Ja, oké. Okay, ja. Nee, inderdaad, Rick Verbrugge, dat was 58,874, dus net iets sneller. Jurgen, hij reed op een 55-11. Onder de indruk, of... Het wordt al veel opgereden nu, maar toch, die snelheid is toch wel... Ja. Nu, hij had vooral... Hij was ook slim, hè. Wind mee, ja. Hij was vroeg gestart en hij had wind mee. En dan later ging de wind een beetje liggen en zo, dus ja, dat is... Soms moet je geluk hebben, hè. Ja. Maar kan je dat helemaal kiezen in zo'n... Ja, het is niet echt een proloog, maar een openingstijd. Hoe worden die volgordes bepaald meestal? De ploegen bepaalt dat, hè. Van wie wanneer start, dus. Ja. Als je dan een beetje zegt van ik zijn favoriet of ik kan dat hier winnen, dan wordt er wel naar het weerbericht gekeken en zeggen ze van wanneer is het beste moment om te rijden. Tuurlijk kun je geen 100% exact zeggen, maar toch. Ja. Want in principe komen de favorieten uiteraard op het einde, hè, omdat ze dan richttijden hebben, maar je kan... Soms worden er nog favorieten in het begin gezet, hè, als ze regen voorspellen of noem maar op. Ja. Er nog een beetje mee geschoven soms. Ja. Ik denk dat Vlasov van Astana nu dit jaar vrij vroeg gestart is. Ja, dus dat is een afweging ook die gemaakt wordt. Kijk, ja, Rick Verbrugge was daar heel slim in. 3-3, amai, te snijden. Ik hoop dat dit een beetje een moeilijkere vraag is dan, want ik voel me bijna als quizmaster zo'n beetje tekortschieter van te makkelijke vragen. Vraag 4. Thomas de Gent die haalde in 2012 het podium van de Giro. Aan welk opmerkelijk bijgeloof hield de Gent vast tijdens die Giro? Was dat A, hij keek elke dag op hotel dezelfde aflevering van FC De Kampioenen? Of B, hij at elke dag M&M's goed voor 1,5 kilo op 3 weken? Dus de aflevering van FC De Kampioenen of de M&M's? Jurgen? B. Ja? Ik heb A gezegd. Het is B, ja. Het is B. Dus Jurgen, jij zei het alweer zo... Kende je het verhaal of niet? Nee? Ja, er wordt al veel over gesproken, hè, over zijn M&M's in de grote dat was even ook een beetje... Ja. Maar het, blijkbaar, dus datzelfde jaar, in het voorjaar, moet hij ergens in de bus toevallig een zakje M&M's gevonden hebben. En heeft dat toen voor een koers opgegeten. Hij had een super gevoel tijdens de koers. En dan is hij tijdens de Giro elke dag M&M's begint te rijden. Nu, de ploeg was daar op den duur van Consolé tegen. En dan is hij onder één hoedje beginnen spelen met de kok, die dan stiekem en een M&M's aan hem bezorgde enzovoort. Ja. Iets voor jou? Zoiets? Zo bijgeloof? Of nee? Nee, niet direct. Nee. Had je bepaalde dingen die waar je wel in geloofde gewoon, van dat werkt voor mij om te eten, daar voel ik mij goed bij? Niet speciaal eigenlijk, nee. Ik weet dat jij wel, want ik ben eens op de Sierra Nevada geweest en dat was ook wel, stond toen al enorm mager. Ja, en ook was, zo op jouw eten letten, jongens. Echt op eten letten voor een goed gewicht te halen, voor goed te presteren. Dus dat is iets heel anders. Dat is niet bijgeloof, dat is gewoon hetgeen wat nuttig was. En... Ja. Ik moet zeggen dat ik toen blij was dat ik dan s'avonds beneden in het stadje ging gaan eten en niet moest eten. Dat was, ik weet niet, heel sober, hè, rijst, groente. Ja. Maar als ik hem nu voor mij zie zitten... Ja, hij is ook nog steeds zeer scherp. Hè. Ja. Het is ongelooflijk. Straf, hè? En hoeveel is er bij tegenover jouw competitiegewicht? Kilo of 3, denk ik. 2, 3. Goh, dus eigenlijk nauwelijks te verwaarlozen. Hoe doe je dat? Geen idee eigenlijk. Gewoon eten en drinken. En... Dat is niet eerlijk, hè? Misschien dat op een bepaalde leeftijd ook gaat bijkomen, dat weet ik niet. Komt van niet. Ja. En Bram heeft hier taartjes meegenomen. Ja, je hebt een taartje gegeten, dus het is niet dat je nee, niks... Nee, ik ga me niks ontzeggen. Dat heb ik veel te lang moeten doen. Dus. Ja. Maar je sport wel nog, hè? Ja, ik loop nog, ik fiets nog, een beetje autosport, dus ik doe van alles wel wat. Ja. Daarnet had je een heel straf verhaal, wij vonden dat zeer interessant, over dat lopen. Dus uiteraard, als renner, hè, deed je dat niet. Je bent beginnen lopen en het schijnt zou jouw botmassa daardoor aangegroeid zijn. Leg dat eens uit. Ja, ze zeggen altijd dat je de plyometrie oefeningen moet doen voor je botmassa te versterken en zo. Ja? En na mijn carrière heb ik altijd gezegd van, ik ga niet blijven fietsen, want dat heb ik al heel mijn leven gedaan. Ik ga iets anders proberen lopen. Ja? Ze hebben altijd gezegd, met mijn knieblessure, dat gaat nooit niet lukken. Die knie is echt te slecht en zo. En, mijn kop zegt dan van, als ze zeggen dat dat niet gaat, dan moet ik dat toch proberen. Hè. Ja. Dus ik ben dan eigenlijk beginnen lopen en dan na mijn carrière zo'n DEXA-scan gedaan. Ja? Een jaar gelopen en dan terug eentje laten doen om te zien van, kijk, wat is er nu? Dus wat is zo'n scan? Dat is een botscan eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk een volledige lichaamscan waar je botten worden ook gemeten en zo. Ja? De dichtheid en hoeveel kilo botten dat je hebt, of hoeveel gram, ik weet het al niet meer. En dan heb ik gezegd van, ik ga dat toch nog eens laten doen en eens zien van wat verandering. Mm.
En toen bleek dat er 300 gram botmassa was bijgewonnen bij mijn lichaam. Maar en dan blijkbaar zei de kennis dat het toch wel redelijk veel is op een jaar tijd. Dat is straf, hè? Dat is allee, 300 gram bot erbij, hè? Ja, ik vind dat vooral zeer opgevend nieuws voor renners die zich... of andere sporters die zich tijdens hun carrière uitmergelen en hun botten zo eigenlijk verzwakken. Want dat was ook bij jou het geval. Ja, ja. Maar dat je dan toch blijkbaar nog kan herstellen op latere leeftijd. Dus dat lijkt mij wel... reuze nieuws voor renners die zich nu uitmergelen en denken van, ai, sporten later zal niet lukken. Dus. Ja. Want ja, die 300 gram botten, als je bergop rijdt, 300 gram, dat telt. Hè. Dus op zich als renner natuurlijk hoef je natuurlijk niet... als geval, dus wel veel beter. Hè. Maar destijds met een trainer, Mark Lamberts, die was er toch een beetje van... onder de indruk en die zei ook van, nou, ik zou wel toch graag die testen hebben, want dat is wel interessant om als coach en als andere coaches te laten zien van, kijk, je kunt effectief wel je botten versterken. Mm-hmm. Ja. Ja, Lambert is momenteel de trainer van Wout van Aert en Primoz Roglič onder andere. En bij Jumbo-Visma tout court. Dus ik denk dat hij dat misschien wel kan gebruiken als lesmateriaal. Om te zeggen van, wanhoop niet als je nu voor de Tour, zoals Primoz zal doen, echt scherper dan scherp moet zetten. Dat je dan later niet meer kunt normaal leven of normaal sporten. Zeer opvallend en leuk nieuws vind ik dat persoonlijk. Ja. Zeg, de naam is gevallen, Mark Lamberts. Ik herinner mij toen nog van die periode dat jij eigenlijk de eerste bekende renner was die daarmee met die naam kwam. Hè? Want zoals wij alles moesten uitpluizen, was dat dan ook. Hè? Wie is de trainer van Jurgen van den Broek? Maar intussen inderdaad werkt hij samen met Jumbo-Visma, met echte toppers. Hè? Van ja, met Wout werkt hij al samen vanaf dat Wout, ik denk 15, 16 jaar is. Dus, ik weet destijds dat Wout nog een heel mager, fragiel manneke was bij de juniors. Dat hij ook zei van... dat is een renner met enorm veel inhoud. Ja. En er zijn er mensen die er een beetje mee gelachen hebben destijds. Dan zeggen we, toch in een crosser zeker. Maar toen zei Mark ook van, laat hem groeien. En eens dat hij echt zijn scheur krijgt, zoals ze zeggen, dat zullen we nog wel eens zien. En ja, het is toch ook gebleken dat hij wel weet waar hij mee bezig is. En wie dat inhoud heeft of wie niet. Ja. Want jij komt van dezelfde streek als Wout, toch een beetje, hè? Ja. Enige band nog? Enige connectie? Nee, vroeger zo wel eens een beetje, maar ja, nu koest hij veel. En dan, als je elkaar ziet, dan wordt er altijd wel goed in dag gezegd en zo, dat wel. Maar ik zeg het, toen ik goed was, was Wout nog eigenlijk mijn junior, dus... maar toen weet ik dat hij ook al bij Mark zat. Hm. Ja. Toen was het nog een heel klein manneke. Ja. Zeg, en heeft hij... Ja, hoe werkt hij? Heeft hij speciale methodes? Of waarom ben je... tot bij hem gekomen? Waarom ben je met hem beginnen samenwerken? Heb je gezegd van, hij is degene die mij misschien kan helpen op een bepaalde manier? Ja, destijds met een huisdokter, Chris van der Mieren, die had hem, die kende hem. Ja. En die had gezegd van, kijk, ik denk dat dat wel een goede match is met jullie. Ja. En toen heb ik met hem afgesproken, een babbeltje gedaan en dat klikte eigenlijk redelijk snel. Ja. En dan die eerste seizoen was dat een beetje zoeken van hoe en waar en waar voelde je goed bij, waar niet. En dan na 1 jaar klikte dat echt goed en konden we nou blindelings mijn schema's maken. Ja. Maar Mark is gewoon iemand die echt luistert naar de renner en die niet puur verder gaat op het die cijfertjes en zegt zo en zo moet het, maar belt met de renner en zegt van hoe voelt u, wat is er, aanpassingen doet. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Dat is toch iets wat veld begint te winnen ook. De gedachte bijvoorbeeld Valverde, hè, we hebben het in de vorige podcast over gehad met Thijs Benoot. Dat is ook iemand die eigenlijk nog veel op gevoel doet. Alaphilippe blijkbaar toch ook een beetje enzovoort. Allee, je kan heel veel meten, maar nog altijd stilstaan bij hoe voel je bij een training. Ja, ik had vroeger dat ik mijn voorbereiding voor een Tour deed, ik deed intervallen bijvoorbeeld. Ik denk wel zeker, na elke interval dat ik een bericht stuurde of ik belde naar Mark, van kijk, dat zijn mijn waarden, zo gaat het, dat is het gevoel. En dan soms stuur je echt nog bij aan mijn telefoon tijdens training. Tijdens de training? Ja, dat die echt zit, ik zei van je laatste, ja, ik voelde me zo, ja, laat je laatste maar, er zitten nog 2 in en zo. En allee, dat vond ik wel heel... straf. Dat is live coaching eigenlijk. Ja, ik ben nou, ja, op mijn momenten was het zo. Live in de zin van... live. Ja, ik was achteraf nog mee gelachen, van dat we zeiden van zoveel berichten en zoveel bellen. En elke keer moest dat weten van, is het goed, is het niet goed? Ja, en dan zei Mark thuis van, ja, Jurgen is daar weer eens aan het trainen. Amai, dat is wel straf, dat ik nog nooit... Een anekdote. Ja. Maar ik vind die dingen zijn wel echt van goud waarde, vind ik. Voor iemand, voor bepaalde renners misschien, sommigen willen dat totaal niet, hè, maar dan kiezen zelf. Ja. Maar je dan iemand hebt die er echt in meegaat en die dat zelf ook wel leuk vindt. Ja. Want Mark was iemand, als je daar met trainen en je liet 3 dagen niks van je horen, of zo werk ik ook niet, zei hij dan. Hè? Ja. Dus dat was een goede match gewoon. Ja. Ja. Ik vraag me af, ik denk dat jij jou vandaag misschien wel zou kunnen vinden hebben in die, dat toch meer, nog meer omkadering, nog meer
professionalisme? Want ik herinner me van toen ook dat je echt op zoek was van waar kan ik allemaal in verbeteren. Zelfs, je hebt dat net gezegd, zelfs contacten met de media. Ik geloof dat je ook mental coach samenwerkt. Je was ook toen al, maar natuurlijk stond dat nog veel meer in de kinderschoenen, op zoek naar waar kan ik... Ja, maar dat is hetzelfde met die hoogtestages. Destijds in België, hoogtestage, word ik een beetje verweten van, ik ga op vakantie en zit altijd op zijn berg en dit en dat. Dat was geen vakantie. Maar nu zit iedereen daar. Ja. En Mark heeft dat dikwijls gezegd, je wordt eigenlijk de pionier een beetje van de hoogtestages in België. Hè? Want in het buitenland werd al veel gedaan, maar hier in België was dat zoiets van, wow. Ja, ja. Hij zit er, maar nu iedereen zit daar. Hè? Ja, dat is waar. Dus ja, als je het nu niet doet, dan word je verweten dat je er niet genoeg voor doet. Ja, zo is het. Zeg, we zijn ook bezig met de quiz trouwens. Bram moet proberen in te halen. Jurgen die kan het helemaal afmaken. Voilà. Vraag 5, de laatste vraag. Vittorio Adorni, die werd tweede in de Giro van 1968 en later dat jaar zou hij het WK winnen. Welke enorme opoffering leverde hij voor die wereldtitel? Was dat A... Hij had 9 maanden lang geen seks. Of B, hij ging 2 maanden lang elke dag naar de mis voor die wereldtitel. En hij is dan wereldkampioen geworden, dus het werkt. Is het A, de 9 maanden onthouding of 2 maanden naar de kerk gaan, elke dag? Ja, Jeroen? A. A. Ja, ik heb ook A gezegd. Ja, ja, uiteraard. Ja, dit was een makkelijke. maar Jurgen heeft de quiz gewonnen met straffe cijfers. 5-4. Ja. En het is de eerste keer dat Bram geklopt wordt. Ja, Bram is een straffe quizzer. Heb je expres gedaan? Nee, want... Ik ben absoluut niet tevreden, Jurgen. Nee, maar proficiat, Jurgen. Dank je. Ja. Maar dat is zo... In die tijd was dat echt een mythe, hè, van, dat goed zou zijn. Bijna als een stier die, die opgehouden wordt. Hè, dat je dan extra kracht zou hebben. Ja, belachelijk, hè, allee, eigenlijk. Ik was gisteren... heb ik naar de podcast van Laurence Sandam geluisterd, met Thomas Dekker als gast. Ja. En die vertelde in de Giro van 2011 of zoiets, heeft hij romance begonnen met de zus van Ivan Basso. Ik denk Elisa Basso, dat ze noemde, ik weet niet. Mm-hmm. Die was toen samen met een andere renner, Eddie Mazzoleni. En heeft hij in die Giro heeft hij die geschaakt, laat ons zeggen. Ja. En hij vertelde dat hij op de rustdag... een hele dag met die jonge dame geschaakt op de kamer gelegen heeft. Mm-hmm. En de dag nadien begon de etappe nogal furieus. Hij zei, de eerste 2 uur 98 kilometer, dus ja, een zotte start. En dat de toenmalige ploegleider Frans Maassen zei, van, misschien de volgende rustdag toch iets rustiger aan. Dus het kan ook nog anders. Ja. Maar Thomas zei ook, van, dat was wel mijn slechtste Giro aller tijden, wegens de weinige rust. Ja, ja. Ja, dat is zo'n bekende uitspraak in de koers. De poepers moeten eraf na zoveel kilometer. Maar, ik vond dat een zotte anekdote, want dat anno deze tijd nog kan, lijkt mij helemaal niet... Denk ik niet dat nu nog... Jurgen, ja, vrouwen in een grote ronde, is dat don of not don? Op de rustdag misschien is, maar... Een bezoekje, maar voor de rest, ik was er niet mee... bij mij was alles koers en op die moment, en dan zei ik ook van, als dat gedaan is, dan... Maar nu, deze is mijn werk, deze is... Maar dat was een bezoekje... Ik liet me ook niet afleiden, niks. Ik weet dat niet, ik was misschien een raar op dat vlak. Maar... Nee. Een bezoekje, maar... niet schaken. Nee. Ja, de kogels bijhouden. De kogels bijhouden, ja. Ik denk vooral dat het voor de vriendin in kwestie leuker is dan voor de man. Ik denk dat de man zegt van, ja, oké, ik kom maar af. Maar dat de vriendin zegt van, ja, ik wil nog eens zien. En dat dat eigenlijk andersom is. De man zelf, of de renner zelf, heeft daar op dat moment niet veel aan. Die moet vooral rusten. Ja. En die zegt van, ja, kom maar af om haar een toegeving te doen, denk ik. Ik denk vooral is dat de dame in kwestie... graag haar man eens wil zien. Of dat bellen beu is of zo, dat schrijven beu is misschien. Dat is mijn veronderstelling, maar ik heb er geen ervaring mee, uiteraard. Maar zelfs als journalist in een grote ronde, als je een relatie hebt, je zit echt, zelfs als journalist, in die bubbel van een grote ronde. Mm-hmm. Dat is eigenlijk 4 weken, hè, want je hebt de voorbeschouwingen. En zeker in Frankrijk, voor ons, ja, wij hebben geen ploegkok die kookt voor ons enzovoort. In Frankrijk, Bram, jij weet dat... geen tijd voor, hè? Nee, en de restaurants gaan vroeg dicht. Dus eigenlijk, na je werk is er ook gewoon al stress om aan eten te geraken. Je moet in je hotel geraken enzovoort. En soms is het 11:30 en denk je van, oei, ik heb nog niet naar huis gebeld. Of nog ik niet heb op een vrouw. Ja, maar dat is...
Ja, je zit echt in die bubbel, dus ik kan me voorstellen als renner dat dat echt helemaal, dan moet je dan nog echt presteren. Als wij eens ochtends aan de start met kleine oogjes rondlopen, ja, tot daar aan toe. Ja, maar als renner, je komt toe, eten, masseren, kiné, noem maar op. Ja? Dus je bent heel een tijd bezig en ja, tegen dat je effectief op je bed kunt liggen, is het zoals je zegt, soms 11 uur, ja, en dan denk je van, oh. Ja. Dan moet je nog een bellen, meestal, als je dan pech hebt, slapen ze thuis ook al, hè. Ja, ja. Dus. Ja. Ik denk dat die mijn tweede tour was of zo. Dat was er tijdens de tour een aanslag in Nice daar gebeurd met de bus. Dat was tijdens de tour, maar ik heb daar eigenlijk weinig van meegekregen. Ja. Die dag was vroeg te voet door me van toe opgelopen. Dat was veel belangrijker dan de Nice. Ja. Ik heb pas achteraf daar de impact van gezien eigenlijk. Van, oh, er is daar toch heel veel ding gebeurd. Ik was enkel idee, het was sportpagina's refreshen, omdat ik alles... Ja. In de gaten had. Dus dat is een andere wereld. Maar... Ja, wordt echt. Had jij dat soms ook, dat je na de tour van, ah ja, wat is er hier allemaal gebeurd in België? Ja, dan kwam je maandag thuis en dat was precies dat je terug in de bewoonde wereld kwam en dan plots nieuws op je afkwam en je wist van, oh, serieus? Ja, dat is echt grappig. Oké. Okay. Goed, ik vrees dat we aan het eind van deze podcast, van deze Giro Lungo gekomen zijn. En ik zeg ik vrees, want ik vond het echt superleuk. Ja, heel, je bent heel, heel ontspannen en goed met de pers in deze omstandigheden. Heel blij om jou zo ook eens mee te maken. Nee. Echt super bedankt om tot hier te komen, Jurgen. Ja. Graag gedaan. En misschien moeten we het nog eens doen, hè. Tour, Vuelta, weet ik veel. Ja. Bram, super bedankt alweer. Ik vond het heel leuk en ik heb een leuk verhaal over Rico de Rico erbij. Ja, inderdaad. Super anekdote over Rico. Over de Pantani-Col. Ja. Grote dank ook aan Skoda, het automerk van de koers. Dank aan het Nieuwsblad, de krant van de koers. En dank vooral aan jullie luisteraars. Op dinsdagochtend zijn we er terug met een verse Giro Espresso. Dat is de korte versie van deze podcast met Actua. Hopelijk opnieuw met jullie.